Babette en Arjan, het Fanatico assistentieteam is nog eens uitgerukt. Dat is altijd fijn om te zien, maar wat was deze keer de missie? Ruben Persoons, dat is een gast die 7 jaar geleden een zwaar auto-ongeluk heeft gehad. Ja? En die heeft daar een blijvende fysieke handicap aan overgehouden. Ja. Maar na zijn ongeluk is hij begonnen met atletiek. En dat is een van de belangrijkste doelen geworden in zijn leven op dit moment. Oké, okay, en jullie zijn hem dan gaan helpen? Ja. Het was onlangs zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Dat is spannend. Deal is, ja. Waar dat hij heel zenuwachtig voor was. En ja, we hebben eigenlijk zijn entourage geweest die dag om te zorgen dat hij in de best mogelijke omstandigheden aan die wedstrijd komt. Ja. Right. Doe maar. Wat een mooi huis. Het is hier ook, denk ik. Ja, ik denk het wel. Hey. Hallo. Aha, de heer des huizes. Hallo, dag Ruben. Hey, dag Ruben. Alles goed? Alles goed, ja, met jullie. Wat is... Redelijk veel belovend weer. Ja, het is aangenaam. Het is een beetje koud misschien vanmorgen, maar het kan beter worden. Dus kom maar binnen. Super. Goed. Lana, kom. Hoe heet ze? Lana. Lana. Hey. Welkom. Wauw. Wat een tuin, man. Ja, in vroegere tijden kijk ik het gras af, maar nu moet ik mij moet focussen op mijn sportcarrière. Dat kan dat niet meer. Dus, zeg, vandaag is een belangrijke dag voor u. Ja. Ja, want zeg, wat staat er op het programma? Voor mij persoonlijk is het een wedstrijd verspringen. Ja. En als ik daarbij 4,50 meter spring, dan kwalificeer ik mezelf voor het Europees kampioenschap. Ja. Is dat goed als wij vandaag uw persoonlijke assistenten zijn? Zeker, dat mag. Graag zo. We kunnen beginnen met mijn sportmaaltijd te voorzien. Een pak een rijst met gember en scampi's. Goed, dat moet lukken. Scampi's. Ja, die heb ik hier. Gember nodig. En peper en zout. Zeg, dat verspringen, hoe lang doet jij dat al? Ik ben 2 jaar geleden met atletiek begonnen. Ja. En ik deed eigenlijk eerst hoog springen, maar dat blijkt toch niet zo simpel te zijn. En die mannen in mijn klasse springen veel hoger dan mij. Ja. Ik heb al 1,50 meter gesprongen na mijn ongeval. Maar nou, die springen 1,80 meter en hoger, dus ja. Dat kan ik niet aan. Ja. En dan verspringen, dat ligt eigenlijk het nauwste aan bij mijn doelmancarrière, keepercarrière vroeger. Ja. In het zand springen en duiken is wat hetzelfde. En daarmee, ja. Verspringen. Ja, als wij nog iets kunnen doen behalve kijken. Een lepel pakken en eens proeven. Oké. Serieus? Ja, echt waar? Okay. Lekker. Is dat een nulsprong of? Nee. Echt lekker. Goed, dan gaan we naar tafel. Brengen. Ja, we zijn klaar, hè? Goed. Oké. Okay. Alleen eet smakelijk. Smakelijk, hè? En dank u wel. Eerst proeven. Dank u wel. Je was net aan het vertellen over het ongeval. Wat is er precies gebeurd? 24 april 2009, dus 7 jaar geleden en zo dadelijk, ben ik naar huis gereden. En om ongeveer 2 uur 's nachts ben ik daar in slaap gevallen. En in een kleine bocht in een schuur gereden rechtdoor. En die is ingestort. Ja. En dan is mij aangetroffen in comatose toestand. En dan heb ik nog een maand mijn licht uit. Het was echt volledig niks. En dan nog een halve maand zo subcomateus. Dus half wakker, half niet wakker. Toen je wakker werd en besefte wat er aan de hand was, wat was dan het verdict? Mijn toestand, ik leed aan de gevolgen van hemiplegie. Ja. Dus een halfzijdige verlamming. Mijn spieren, alles was ook gekrompen. Ik woog nog 50 kilo, denk ik. En hoe oud waren jij toen? 19. Ja, dus je bent dan 19. Je kruipt achter het stuur, plots word je wakker en alles ziet er slag anders uit. Ik was zo'n grote sportman in mijn ogen. Mm-hmm. En ik was dan nu. Ja. En ik dacht van daar ga ik nooit meer aan kunnen. En nou, ik verlies dan ook vriendschap aan verloren, vriendinnetje gaat weg. Je blijft dan eigenlijk gewoon achter en denkt van fuck, wat is dit? Uw droom is weg. Wat heb ik nu gedaan? Ja. Ik wist echt geen blijven mezelf, maar dan... 5 jaar na het ongeval, plots op de tv zag ik een reclame over de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Mm-hmm. En tja, ik zou graag naar Rio gaan. En Paralympics, daar kom ik wel voor een aanmerking, denk ik. Ik kan me daar een keer voor bevragen. Ja. Die hemiplegie is dat je hebt, hè. Hoe merk je dat in je gewone leven? Mijn gewone leven? Ik hoop dat je daar niks van merkt. En tijdens het sporten? Tijdens het lopen of tijdens het sporten dan verkort mijn rechterkant. Dus mijn arm kon omhoog, mijn been gaat krampachtiger. Ik
heb daar een goed filmpje van. Misschien kan ik dat eens tonen. Ja. Dat was op BK. En daar heb ik meegedaan aan verspringen en aan de 100 meter sprint. Ja. Mag je zo snel? Goh, man. Ja, zo zie je het wel. Ja, er ziet inderdaad dat je rechterkant anders beweegt. Maar is dat niet net heel moeilijk als je een sportman bent? Om dan geconfronteerd te worden met het feit dat je lijf niet meer doet wat je ervan verwacht? Ja, gelukkig dat ik een sportman was, dat ik die sportmentaliteit had. Want zonder die was ik nog altijd bedlegerig, denk ik. Symbolisch nummer 2446. Nee, maar dus 24 april 2007 ben ik aangereden op mijn brommer. Ja? En brak ik mijn pols. En 24 april 2009 dan het ongelooflijk, het bijna fataal ongeval. Okay. Dus ik heb al schrik gehad van het getal 24 en dan krijg ik nummer 24. Dus ja. We gaan het omdraaien vandaag. Ja. We gaan het vandaag. Vandaag gaat 24 echt een geweldig maar ja, het is dat. Ik probeer daar ook wel positieve gevoelens bij te hebben. Dus, ja. Tegen hoe lang heb je naar de wedstrijd toe geleefd? Volledig de winter. En ben je er zenuwachtig voor? Zenuwen nu voorlopig nog niet, maar één keer dat daar de piste zal ruiken, van in de piste, gaat dat al wat anders zijn. En vlak voor de, als ik rustjes mee te lopen, gaat de adrenaline wel een beetje stijgen. Oké, okay, maar is dat dan eigenlijk een meeting speciaal voor para-atleten of is dat een heel algemene meeting? Nee, dat is gewoon een open meeting. Ah, ja. Dus daar doen zowel valide atleten mee als mensen met een fysieke beperking, zoals Ruben. En hij nam deel aan de verspringcompetitie. Ja, oké. Okay. Maar had er wel zin in, hè? Hij had er enorm veel zin in. Allee, wat dat ook tof maakte, was dat de meeting vlak bij huis was. Ah, ja. Dus dat maakte het vrij publiek, heel veel supporters die zijn langsgekomen. Okay. Dus dat maakte het speciaal. Beetje de O-side harde kern naast de piste. Ja. Hey, ik ben benieuwd hoe dat gelukt is. Goed, we zijn er. Er zijn al wat mensen aan het opwarmen, neem ik aan. Zien of we kunnen oversteken. Ja. Links, vooral links kijken. Ja. Ze komen naar het ene richting. Voilà, zo Ruben. We hebben voor u een tentje voorzien. Wow. Niet zomaar een tentje, een verwarmd tentje. De reister is al aan het wachten. En we hebben ook uw kiné naar hier gebracht. Ja. Goedemiddag. Hallo Ruben. Hi. Heb je goed gegeten van de middag? Ja. De spikes mee? Spikes zit erin. Uw nummer mee? Nummer zit erin. Uw clubtrui mee? Truitje. Ja, is er ook in. Oké, dan is het goed. Dan kunnen we wedstrijd doen. Ja, knusselen voor beginners, hè. God, dat is wel de moeite. Ga jij dat stretje doen erop? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Safa nog. Katrien, jij kent Ruben toch al een aantal jaar ondertussen. Ja. En behandeld hem ook al... Hoeveel jaar komt hij al? Vierde jaar. Ja. Tijd gaat snel, ja. Ja. Dus eigenlijk al van voor in de atletiek begon. Ja. Voor in de sport terug. Zij heeft mij gepusht. Tot, doe iets van sport en hij kunt sport aan, doe dit. En je merkt ook dat dat voor zijn moraal effectief veel zeker, verschil maakt. Zeker, zeker. Ja, in het begin als hij kwam, ja. Ik liefde al een keer afweten en ja, ik heb altijd gezegd, hij heeft die topsportmentaliteit van vroeger. Waarom gebruik je dat niet om terug hem beter te voelen in zijn vel en zo? Hij komt van ver en hij doet dat goed. Van zeewaarts. Zo de voorbereiding voor hem, wat is uw functie daarin? Oh, de opwarming, nog een beetje in goede banen leiden. En straks ga ik zijn aanloop uitmeten. Dat is onder en één voetjes waar we op vertrekken. Maar dan moet ik kijken, op vandaag komt hij uit. Als hij hem natuurlijk een halve meter voor de plank afstoot, dan verliest hij hem een halve meter. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè. En wat is uw verwachting dan voor vandaag? Wat ik natuurlijk niet kan inschatten, is hoe dat hij met de omstandigheden gaat omgaan. En de omstandigheden, ja, sowieso voor hem, een wedstrijd is een spanning. Een spanning is spierspanning. En ja, dat heeft hij natuurlijk niet nodig. Hij heeft zoveel spieren nodig om aan te lopen. Voorbij de horde stappen, neem maar links.
Hop, en nog een keer ervoorbij. En... Oh, dat is niet erg. Lachelijke toe. Hoopt je een beetje dat hij de limiet kan halen vandaag? Ik hoop dat natuurlijk voor hem, ja. Nu, het is een zeer hoog doel, hè. Dus ik denk dat hij dat wel gaat springen. Ik ben daar zeker van. Dit jaar nog, maar ik denk dat het gewoon nog te vroeg is. We hebben ook een veel te koude winter gehad de laatste weken om echt met die volle aanloop te doen. We hebben bijna nog niks met volle aanloop kunnen doen op de training. Die aanloop moet perfect uitkomen. Dan moet dan in de lucht ervoor zorgen dat ik zo lang mogelijk gestrekt blijf. Dat ik op het einde dan pas inkrimp en naar... zo ver mogelijk proberen te geraken. En zo hoop ik limieten te breken. Straks. Daar gaan we voor zorgen. Dus dat gaan we aan het doen. Hè. Ja. Succes, hè. Dat is niet slecht, Ruben. Je hebt gewoon zeer veel laten liggen op je plank. Maar ik ga je straks dichter zetten. Voor u kijken en die maximale snelheid op je plank halen. Zijn we supporters voor je gewoon duidelijk precies? Ik heb het ook gehoord. Ja, fijn, hè? Tof, man. En dan zien wie dat allemaal is? Of zijn we er niet mee bezig? Ik heb enkele vrienden gehoord en gezien, maar... Niet mee bezig, niet mee bezig zijn. Nee, voilà. Ruben. Muts. Jolie. Ah, kom maar aan, hè. Ik weet het, hè, man. Voor u kijken en snelheid halen. Meter 86. Het is nog altijd verder voor. Ik ga nu ik u dichter zetten. Nee. Ik heb niet voor u gekeken. Nee, ik weet het. Iets van drinken? Oh, ja. Kom aan, man. Vier meter 07. Ik denk dat de laatste sprong was. Ja. Nee, ja, nog één. Maar je hebt... nog één keer alles geven. Maar je hebt je persoonlijk record geëvenaard. Ja. En we zien wel wat er nu komt. Succes, hè, maat. Goed voor u kijken. Vier meter en elf. Maar je hebt je persoonlijk record verbeterd. Wel, in uw eerste wedstrijd van het seizoen, je persoonlijk record verbeteren, lijkt mij toch. Hey, goed gedaan, hè, maat. En je ziet wat de progressiemarge nog is. Ja, oké. Nu... vandaag heb je gezien tot dat je in staat bent. Dat lukt u wel, hè? Wat we nu moeten doen, is hopen dat het beter weer wordt op de training. Dat we meer kunnen oefenen op die volledige aanloop. Het is hier geen kampioenschap. Hè. Als je nu op een EK staat en je springt zo naar water, dan heb je dat laten liggen. Ja. Maar vandaag is dat... ja. Oké, okay, coach. het komt, zeker weer. Maar je bent aan het balen, hè. Ik zie het wel, ja. Wie zat dat, man? Wauw. Ze mocht niet weten. Dank u, boys. Dag, Sammy. Hoe is het, maat? Goed. Voilà. Ik vond het een fijne dag, eigenlijk. Echt waar, ja. Ja, het was wel tof, maar... ja, het komt niet uit wat ik wou, hè. Nee, maar... maar ja, het komt er nog uit. Voilà, persoonlijk record gehaald. En zoals uw trainster zegt, het ziet er veelbelovend uit. Mm-hmm. Dus ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in, Arjan. Dat komt zeker goed, hè. Is het niet vandaag dan wel een van de komende weken of maanden? Dank u wel dat jullie daar vertrouwen in hebben. Ja, ik zal dat niet beschamen. Ja, ik twijfel er niet aan dat jullie je stinkende best hebben gedaan, maar hij was ontgoocheld. Hij was super teleurgesteld. Ja, echt. Ja. Maar het is een perfectionist. Ja. Hij legt de lat zo hoog voor zichzelf. En als hij dan niet over die lat geraakt, is hij heel teleurgesteld. En dat is logisch en dat is ook goed. Hè? Dat is een topsporter. En dan mocht je niet blij zijn of mocht je dat niet snel van je afzetten. Ja, dan staat er natuurlijk nog zoveel volk langs de lijn. Maar ja, voilà. Dat is zelfs nog niet uitgemaakt. Nee, dat is gewoon voor zichzelf. Hè? Voilà, dat valt te begrijpen natuurlijk. Ja. Maar hij heeft nog gesprongen sindsdien. Hè? Ja, een paar dagen later nog een wedstrijd gehad en weer 4 centimeter verder gesprongen. Ah, okay. Dus stap per stap geraakt hij er wel. Ja. Zijn trainster gelooft erin. Ja, wij twijfelen daar eigenlijk ook niet aan. Ja. En wij steunen hem. Hè. Hij komt er wel. Hè.
Right. Supergoed gedaan. En we blijven volgen. Zeker weten. Dank je wel.